31 minuten. Zo. Ja. Klopt, 31 minuten. Ah, mooi. Hoeveel had u gerekend? Want dan doen we wat lager. Oh nee, ik ben in 29 minuten klaar, voorzitter. Ja. Voorzitter, de wederopbouw van Nederland was niet mogelijk zonder enorme hulp van buitenaf. De Marshallhulp vanaf 1947, forse Amerikaanse leningen. Hard nodig, want na de Tweede Wereldoorlog lag Europa in puin. Had Nederland een woningnood en had de samenleving een flinke zet nodig om weer op gang te komen. De Amerikanen wilden wel weten of dat geld een beetje goed besteed werd. En dus stuurden ze in 1949 twee topdiplomaten erop uit. Averell Harriman en Paul Hoffman. In Italië werden de heren stevig gefeteerd met pasta en veel wijn, zoals Italianen dat kunnen. In Nederland kwamen ze op zondag aan. Het ministerie van Algemene Zaken was die dag dicht. Het was een koele dag, begin april. Een dik pak wolken hing boven Den Haag. En minister-president Willem Drees vond het zonde om het ministerie van Algemene Zaken speciaal voor de Amerikanen te openen, want dan zou het apart verwarmd moeten worden. Hij nodigde de heren dus maar bij hem thuis uit, in zijn rijtjeshuis op de Beeklaan in Den Haag. Dat was onhandig, want de Amerikanen reden vanaf Schiphol met een speciaal ingevlogen Cadillac. En die auto was zo groot dat hij op de Beeklaan niet kon keren. Eenmaal bij de voordeur van huizen Drees was er even verwarring. Toen de premier de deur opendeed, gingen de Amerikanen er voetstoots vanuit dat ze met de butler te maken hadden. Mevrouw Drees serveerde de thee, voor de beide heren voorzien van precies één Maria-kaakje. Bij het vertrek sprak Harriman tegen Hoffman: aan een land waar de minister-president zo woont en leeft, is ons geld goed besteed. Het is maar goed dat de heren Harriman en Hoffman destijds in een rijtjeshuis en niet op het paleis ontvangen werden. Want de Marshallhulp uit Amerika werd na dit bezoek opgeschroefd. Sterker nog, Nederland was met ruim $1 miljard een van de grootste ontvangers van Amerikaanse steun. En zonder deze investeringen zou ons land en ons leven er vandaag heel anders uit hebben gezien. Voorzitter, wij Nederlanders weten dat die hulp voor ons, bij onze wederopbouw, toen het verschil heeft gemaakt. We weten daardoor ook dat het geen zin heeft om te doen alsof Nederland een eiland is, veilig afgesloten van de boze buitenwereld. En wij vinden de hulp die we Oekraïne nu bieden ook vanzelfsprekend. Hulp in een oorlog die op goede dagen tientallen en op slechte dagen honderden slachtoffers eist. 3 grenzen, 15 uurtjes rijden verderop. Nederland heeft het afgelopen jaar een leidende rol gepakt in de steun aan de Oekraïners. En dat is goed. Het gaat om de steun die nodig is om vrijheid van hen en van ons te blijven verdedigen. Steun ook in hun politieke gevecht om lid te kunnen worden van de Europese Unie en van de NAVO. Het is niet voor niets dat Zelensky 2 keer naar Nederland is gekomen. Wij leiden nu de straaljagercoalitie die mogelijk maakt dat de F-16's volgend jaar Oekraïne kunnen gaan helpen. Het kabinet heeft hierin leiderschap getoond. Dank daarvoor. En voorzitter, het is geen geheim dat D66 niet blij is met de onnodige en onverantwoordelijke val van het kabinet. Maar over één ding hoop ik dat wij het hier een grote meerderheid eens zijn. Laat het demissionair zijn. Geen seconde een rol spelen bij de vraag of we Oekraïne bepaalde steun moeten leveren. Blijf Oekraïnse vluchtelingen een veilig vluchtoord bieden. De val van het kabinet zal een voetnoot zijn in de geschiedenis. Maar de oorlog is dat zeker niet. De grote hoop van Poetin is dat wij, Europa, Amerika en de rest van de democratische coalitie, dat we moe worden van die oorlog. Hij hoopt dat Trump in Amerika en Le Pen in Frankrijk aan de macht komen. En ja, ook dat hier in Nederland partijen binnen de Oekraïne niet willen steunen of simpelweg die oorlog in Europa onbelangrijk vinden. Zodat wij de strijd van de Oekraïners gaan vergeten. En dat zou een vergissing van historische proportie zijn. Poetin mag niet winnen. En de Oekraïners moeten weten dat het ons menens is, dat we hen echt blijven steunen. Dus laten we daarom hier duidelijk zijn en met elkaar een afspraak maken. Een afspraak die niet alleen voor de komende maanden, maar voor de komende jaren geldt. Dat Nederland, net als Duitsland, Denemarken en Noorwegen, garandeert Oekraïne meerjarig te zullen steunen. En dat ook hard vastleggen, zodat het zolang het nodig is met wapens en zodra het kan met wederopbouw. Laten we wat ons betreft met zoveel mogelijk partijen dit doen en daarmee een glashelder signaal geven aan het Oekraïnse volk en net zo goed aan het Kremlin. Agressie zal niet beloond worden. De wereld kiest voor stabiliteit, vrede en recht. En dit is wat mij betreft ook een opdracht voor onze premier, de langstzittende democratische leider in Europa. Is hij bereid
om die positie de komende maanden aan te wenden om alle bondgenoten te overtuigen dat ze zich committeren aan langdurige steun voor Oekraïne. Zolang het nodig is met wapens, zodra het kan met wederopbouw. Graag een reactie. Voorzitter, in juli, op de drempel van het zomerreces, viel het kabinet. Wat ons betreft had dat niet gehoeven. Laat ik er geen doekjes over winden over het oordeel van D66. Deze crisis was totaal onnodig. Deze kabinetscrisis was geen onvermijdelijkheid, het was een keuze. En een keuze die onbegrijpelijk is en belangrijker, onverantwoordelijk. Ik zie daar in vak K mensen zitten die druk bezig waren met plannen die Nederland verder brengen. Mensen die problemen aan het aanpakken waren die al veel te lang waren blijven liggen. Christiane van der Wal was vastberaden om echt de stikstofcrisis te lijf te gaan. Piet Adema gaf alles voor een landbouwakkoord. Rob Jetten, de eerste klimaatminister, bracht Nederland op koers om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Hugo de Jonge joeg met hetzelfde enthousiasme op woondeals als op vaccins. En staatssecretaris Van den Burg hing dagelijks vele uren aan de telefoon in zijn jacht op opvangplekken en gaat volgende week zijn spreidingswet door de Kamer loodsen. En zo kan ik de hele ploeg af. Het kabinet schreef dat een demissionair kabinet bescheidenheid past. Maar ik vraag me eigenlijk af, als ik kijk naar vak K, wie van de bewindspersonen denkt dat de uitdagingen waar we als land voor staan sinds de val van het kabinet kleiner zijn geworden? Dat is niemand. Gelukkig maar. Want voorzitter, laat ik nogmaals het politieke oordeel van de 24 leden van mijn fractie benadrukken. De val van het kabinet was onnodig en onverantwoord. Maar na de val van het kabinet wilden sommige partijen in deze Kamer zelfs ook het parlement demissionair maken. Minimaal 3 maanden de boel op pauze. Bijvoorbeeld een stop op klimaatbeleid, op stikstof, op zelfs op plannen voor betaalbare woningen. Ik zou haast zeggen, wie zijn die mensen? Die denken dat we het ons kunnen veroorloven om de uitdagingen waar we voor staan maar even in de ijskast te zetten. De natuur holt achteruit. Boeren en hun gezinnen willen weten waar ze aan toe zijn. De krapte op de arbeidsmarkt wordt met de dag nijpender. Voor 1 op de 5 banen is nu niemand te vinden. Studenten, starters, doorstromers vinden steeds minder vaak een woning. Terwijl het door de stikstofcrisis alleen maar moeilijker wordt om een paal de grond in te slaan. En door de hoge inflatie is rondkomen aan het einde van de maand voor veel mensen een worsteling. Er is brede consensus dat grip op migratie nodig is. Er lagen zelfs goede plannen om daar wat aan te doen. Maar de politiek levert niet. Terwijl dat wel degelijk had gekund, zeg ik ook richting de VVD. Maar we moeten aan de slag. We hebben geen tijd te verliezen. En ik zou eerlijk zijn, voorzitter, de verkiezingen zijn 1 ding. Maar ik maak me oprecht zorgen over hoe lang de komende formatie zal duren. Ik wil daarom hier de nieuwe energie zien die we nodig hebben, want Nederland moet door. En dat geldt ook voor de begrotingen. Het kabinet heeft gisteren duidelijk gemaakt wat er gebeurt als begrotingen worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is. Veel Nederlanders komen dan in de problemen. Een paar voorbeelden. Als de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als we die niet behandelen, dan kunnen miljarden aan subsidies voor zonnepanelen, windmolens, laadpalen voor auto's niet worden uitbetaald. En ook geld voor herstel van huizen in Groningen, aardbevingsschade, mag niet worden ingezet. Als de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgesteld, dan is er in januari meer kinderarmoede, omdat het kindgebonden budget niet omhoog kan. En ook de tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Die kan dan niet op tijd worden uitgekeerd. En als we de begroting van het ministerie van Onderwijs niet behandelen, dan is er in januari geen geld om de gratis schoollunches aan te bieden. En dan kan er niet begonnen worden met de bijscholing van leraren. Voorzitter, dat laten we toch niet gebeuren. Er is geen tijd te verliezen. En daarom zullen wij morgen voorstellen om alle begrotingen nog dit jaar te behandelen. Voor de verkiezingen. De Eerste Kamer heeft al gezegd dat ze na 5 december geen... Dat is even een interruptie buiten de microfoon, voorzitter. Maar de Eerste Kamer heeft al gezegd dat ze na 5 december geen begrotingen meer behandelen. Dus dat zal eerder moeten. Voorzitter, als 3 Britten bij elkaar komen, dan drinken ze thee. Als 3 Fransen bij elkaar komen, dan drinken ze wijn. En als 3 Nederlanders bij elkaar komen, dan richten ze 3 nieuwe politieke partijen op. Niemand heeft in dit land ooit de meerderheid. Dus als we niet kunnen samenwerken, dan zijn we nergens. Daarom is de oproep van velen hier, van Omtzigt, Bontebal, Marijnissen, voor een campagne op inhoud, die is mooi en die is veelbelovend. Want als het om inhoud gaat, dan kunnen we elkaar soms vinden. Afgelopen mei liep ik in Volendam over de dijk. Met Mona Keizer. En de mensen die ons herkenden,
Al waren het eigenlijk vooral mensen die Mona Keijzer herkenden. Maar die moesten even twee keer kijken. Want wat ze toen nog niet wisten, en dat wist ik al helemaal niet, maar is dat ze twee keer een nummer twee zagen. Eén keer een premierskandidaat en één keer niet. We hadden het over coronabeleid en daar waren we het niet over eens. En we keken uit over het Markenmeer, ooit de Zuiderzee, die van Volendam zo'n welvarend vissersdorp maakte. En we ontdekten dat onze vaders, allebei liefhebbers van het ruime sop, zich samen hadden gevonden in de strijd tegen de komst van een vliegveld midden op dat Markenmeer. En het is maar goed dat ze dat deden. Een campagne op ideeën, waarbij we ook fundamentele verschillen niet uit de weg gaan. Dat moet dus kunnen. En voorzitter, dat brengt mij op het toverwoord van de afgelopen weken. Bestaanszekerheid. Ik complimenteer het kabinet, de minister van Financiën voorop, met de actie die ze net als vorig jaar onderneemt om armoede en vooral kinderarmoede aan te pakken. En dat wel het kabinet de staatsschuld, ondanks alle crisis van de afgelopen jaren, op een stabiel laag niveau houdt. De rekening schuiven we niet door naar volgende generaties en dat is goed. Dat we mensen met een kleine beurs moeten helpen, dat voelen we allemaal, van links tot rechts. Logisch, want vorig jaar zagen veel Nederlanders hun besteedbaar inkomen in rap tempo verdampen. Niemand heeft koopkrachtplaatjes nodig om te snappen dat op dit moment heel veel mensen aan het eind van hun geld nog een stuk maand over hebben. Maar bestaanszekerheid gaat niet alleen over het voorkomen van armoede. In Nederland zijn veel mensen met een middeninkomen die door hoge inflatie het afgelopen jaar het soms ook niet meer wisten. Met een hypotheek en kinderopvang is een salaris er immer zo snel doorheen. Met een bescheiden pensioen komt de prijs van boodschappen hard binnen. En als je leraar of politieagent bent in de grote stad, is het meestal niet te doen om ook zelf in die stad te wonen. Installateurs, verpleegkundigen en heel veel andere Nederlanders met een normale baan verdienen daarom ook steun in de rug. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Kim Putters, die zei het heel goed. De politiek moet veel meer doen aan de benarde positie waarin mensen in de middenklasse zitten. Nu alle aandacht uitgaat naar de armoede in Nederland, dreigen mensen met een middeninkomen vergeten te worden als groep. En ze lopen het risico richting de armoede af te glijden als het tegenzit. Daarom willen we nu juist deze groep helpen. We doen dat door de arbeidskorting met 1 miljard euro te verhogen. Waardoor die mensen veel minder belasting betalen over wat ze verdienen met hun werk. De energierekening te verlagen en meer kinderopvangtoeslag te geven. En we betalen dit door grootverbruikers van energie meer te belasten, fossiele subsidie af te bouwen, de dividendbelasting te verhogen en een bijdrage te vragen aan de meest vermogenden. Zo houden alle Nederlanders met een middeninkomen meer geld over in hun portemonnee. Dan gaat werken meer lonen. En dan doen we ook iets aan de krap arbeidsmarkt en helpen we ondernemers. Heer Klaver. Voorzitter, dank. Een mooi pleidooi waar ik me in grote lijnen in kan vinden. Zeker als het gaat over Oekraïne, maar ook wat hij zegt over de bestaanszekerheid. Ik hoop wel dat ik de heer Paternotte goed heb begrepen.